Goeiedag en welkom in een andere aflevering van Q-Time. Vandaag brengen wij een bezoekje aan een van de waarschijnlijk meest bezige bijen van Suriname. En dat is Henk van Vliet. Het is natuurlijk een man die compleet met de buitenwereld, met shows presenteren en met eigenlijk buitenactiviteiten en plezier te maken heeft. Alles wat wij kennen van zijn wereld is op dit moment komen weg te vallen. Dus we vinden het nodig om toch even een babbeltje met hem te maken over hoe hij deze quarantine time, de quality time en de coronatijd aan het overbruggen is. Kijk mee naar het interview met Henk van Vliet. What made is a time. Goedemorgen Henk van Vliet. Ik zie daar een van mijn favoriete mensen aan de andere kant van de lijn. Welkom in Q-Time. Dankjewel voor de ochtend. Dankjewel. We zijn helemaal in een soort van kleine studio setting in je huis. Huh? Wat is dat? Je hobby die je hebt getild naar een professional level. Ik had ook niet anders verwacht van iemand zoals jij. Je weet, het is mijn leven. Vanaf mijn zesde jaar ben ik ermee bezig tot de dag van vandaag. Ja. En als je wat meer tijd hebt, dan besteed je ook meer aandacht aan je hobby. Ja. Hè? Dus nu ben ik niet elke dag zo'n beetje bezig hier met mijn DJ-set. Ja. Ik heb altijd dat houden, ik heb op feestjes gespeeld, maar nu verdiep ik me er nog meer in. Ik heb de tijd, de ruimte en I'm enjoying. Dus eigenlijk heb je al antwoord gegeven op mijn volgende vraag, want ik zou je net vragen hoe corona is geweest voor jou. Maar je hebt me het antwoord al gegeven eigenlijk. Je bent bezig te DJ'en? Henk, vertel. Het is een een oorspronghobby. Dit is maar een deel van de vraag. Want in quality time wil ik je ook vertellen dat ik met andere zaken bezig ben. DJ, ik ga je met indeling geven zo'n beetje als we praten over van wat doe je. Moet ik natuurlijk opstaan, staan, ontbijt krijgen. En dan begin ik met mijn vogels. Mm-hmm. Ik heb 2 picolets. Ook als jongen had ik altijd vogels. En dan verzorg ik ze en dan zet ik ze op, om het in vaktermen te noemen, een trot. En dan zit ik te genieten. Kopje koffie. Broodje, en dan luister ik naar mijn picolet. Wanneer ik klaar ben, dan ga ik nu in de tuin. Want ik heb een moestuin ondertussen aangelegd. Met groente, antrois en boulanger. Mooi. Maar het probleem was dat ik altijd last heb gehad van liguane. Dus moest ik een complete tuin bouwen, liguanevrij. En en alles bloeit nu prima. Dus dat is onderdeel van de dag. Om de ene dag te oogsten, dan is het peper, dan is het pijerblad, antrois, boulanger. De tuin onderhouden. Ik wil haast zeggen dat mijn tuin de schoonste, niet de mooiste, de schoonste van mijn plezier. De schoonste, oké. Wordt uitgetrokken. Weet je, als ik hecht met, kaasrecht. Met een hekkenschaar gedaan, weet je. Dus ik ben bezig dan in de tuin. Dan kom ik binnen. En dan begin ik te koken voor het gezin. Gezellig, weet je. Deze spreken vandaag ga ik vispoten maken. Lekker, heerlijk. En eten. En dan een dutje, siesta. En dan in de middaguren kom ik hier zitten. Bij een DJ-set. En dat is meestal tegen 5:30. En dan ben ik bezig zo tot 8:00. En dan s'avonds televisie en dan kijken we naar Supreme, de programma's, naar STV. Weet je, wat er is TV, ook wel een beetje buitenlandse zenders, hoe dat nu gaat, America Got Talent, The Wall, dat vind ik leuke programma's. Yeah. Dus een beetje de dagindeling. Yeah. Want er is veel om weg te vallen. Yeah. Ik geef geen kans om vragen te stellen, ik doe direct het nieuw. Dat is helemaal niet erg. Dit was een, het makkelijkste gesprek, hoef niet na te denken over een vraag. Ja. Want er is heel wat komen weg te vallen. Over 2 weken zouden jij en ik zo druk bezig zijn met Suribok 2 augustus, weet je, en dat komen weg te vallen nu. Dat is onderdeel. Op het ogenblik is er ook geen spotlight. Het goede nieuws is dat we volgende week zaterdag weer opstarten met de spotlight. We zijn de hele tijd gestopt geweest, maar volgende week, dus dat is ook een van de zaken. Je weet ook dat ik naar Nederland moet zijn geweest, studietoppers, liveshows daar. Het allemaal is komen weg te vallen. Je weet dat ik een vakantiehuisje heb, Carolina, ook daar ga je af en toe naartoe. Maar je weet, het is altijd leuk als je veel vrienden hebt, gezellig daar chillen, babbelen.
ook dat is weggevallen, want het was maar met vijf personen samen zijn, weet je, niet meer dan vijf personen. Dus er is heel veel komen weggevallen. Ja. Het leven is echt compleet veranderd. En aan het begin heb ik je al verteld, de indeling, zoals ik nu, vandaag op. Oké, nice. Maar dat geeft je inderdaad wel de gelegenheid om inderdaad achter je DJ-set te gaan zitten. Want vertel me wat je daar produceert. Zo, nu ben ik niet om wat echt goed gaan mixen. In het verleden deed ik het anyway minder professioneel, maar nu, ja, daar, weet je. Met een mixje toch en dan. Geweldig, echt geweldig. Oké, very nice. Dus jij bent, ja, je bent echt een... Maar wat ga je doen met de mixen die je nu maakt daar? Ik ga Odette gelukkig maken. Wanneer ze een beetje jaren heeft, dan heeft ze als live music Ernesto and Friends en als DJ Mr. Echt waar? Oké. Nee, maar, het is, maar gebruik je... de hedendaagse muziek om je mixen te maken? Of ga je ook een beetje terug in de tijd met de muziek uit jouw tijd? Alles, alles. Want kijk, als je op een feestje bent, dan heb je jongeren en je ouderen. Dus de jongeren die op het feestje zijn, moet je ook verwennen, toch? Dat is wel jullie oude jammer ook, toch? En een beetje effect erbij. Oké. Very nice, heel erg leuk. Maar mijn specialiteit wordt natuurlijk 40 ja, plus, okay. Weet je? Mm-hmm. Maar als je ergens op een feestje bij de jongeren gaan klagen, maar niet eens een beetje bubbeling of een beetje alles of zo. Dus je moet alles een beetje allround zijn. Maar natuurlijk, mijn specialiteit is boven de 40, zelfs boven de 50. Dan gaan we disco time. Salsa time, merengue, weet je, soca! Put your hands up in the air. Oké, hey, dus jouw naam, jouw bijnaam, je doet het eer aan tot in deze tijd, hè, Mr. Hit. Dus dat je echt kan zien dat inderdaad muziek jouw passie is, dat is heel erg duidelijk. Maar dit is natuurlijk je hobby. Maar ben je ook daadwerkelijk echt van plannen te gaan doen op feestjes? Ook al is het alleen maar voor de familie en vrienden, is dat echt je doel? Dat doe ik al. Ik heb een complete DJ-set in de familie. In mijn vriendenkring. We hebben een karo crew. Dat zijn mijn vrienden die meegaan naar Carolina altijd. En dan doen we dansen soms. Een beetje gezellig feesten. Maar we doen ook aan karaoke. Want dat doe ik ook. Okay. Hè? En vaker karaoke. Ja. Okay. Zelf. En dan van karaoke te weeri. Dan een beetje dansen. En we gaan vaak tripjes naar het binnenland. Weet je, naar de... Jumu, Kwai Kwai, Rani Paller, Blanche Marie. Dan gaat altijd de kleine DJ-set mee. Okay. Dan is het altijd karaoke en een beetje feesten, want je blijft 3-4 dagen en avondjes een beetje onderhoud. Dus in principe ben ik al bezig. Okay. Maar voor vrienden, ik doe het niet professioneel in die zin van... ik doe het niet tegen betaald. Nee, natuurlijk niet. Het gaat echt om de hobby ervan. Hobby. Mm-hmm. Als u 30 is, ik zei het al, meneer, I'm the man. Of aangekende. Als ze zeggen, hey Henk, ik word Jari en ik zie graag dat jij voor muziek zorgt, dan doe ik het. Dan is dat mijn verjaardag. Maar niet dat met mijn collega's van, hey, wil je voor me draaien in club? Nee, bam. Natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Het is een hobby. Zodanig. Ja, maar we zijn dus nu in corona. De restricties zijn enigszins, zeg maar, versoepeld. Wat is het meest dat jij uit jouw drukke leven mist? Shows. Mm-hmm. Shows, kijk, zoals nu, hoe Suripop niet doorgaat. Dat vind ik heel erg, want dat is, je weet zelf hoe we bezig zijn. We zitten samen in de natuur, iedereen weet dat. De voorbereiding, de generalen, alles wat erbij komt kijken. Ik heb ook andere shows op het programma. Je weet, Saragamba contest, kan ook niet doorgaan. Dus er zijn vele shows die komen weggevallen. En je weet, op het podium voel ik me als een vis in het water. En dus, er is nu geen water, dus die vis kan niet zwemmen. Ja, de shows mis je dus eigenlijk het live gebeuren. En inderdaad op het podium staan om inderdaad de shows te presenteren. Dat mis je het meest. Ja. Ja, ik heb ook spotlight gemist, hoor. Ik bedoel, het is een wonder die
elke zaterdagavond op de. Dus dat zijn taken. Mm-hmm. En wat ik ook mis natuurlijk zijn, zoals ik eerder aangaf, de uitstapjes. Mm-hmm. Yeah. De uitstapjes naar Carolina, met de vrienden, gezellig en ook naar het binnenland. Maar, dat doen maar natuurlijk is het ook wel zo dat deze periode ons laat inzien dat het beter is om goed op je gezondheid te letten. Ik denk dat het de belangrijkste boodschap uit deze coronaperiode zal zijn voor ons allemaal. Want we confirmeren ons, dus we begrijpen dat dat inderdaad ook gewaarborgd moet worden. Absoluut, Odette, daarom zeg ik je, ik ga als het echt nodig is, noodzakelijk uit huis. Ik ben echt, let wel, de hele dag in huis. Als ik uit huis ga, dan moet ik echt iets dringends gaan doen. Zorg ik ook dat ik mezelf bescherm. Ik heb 3 mondkapjes in mijn hoofd, weet je. En ik let wel op dat ik inderdaad mijn handen was. Mijn auto heb ik dat ook, hè. En dan reinig ik mijn handen. Als ik uit auto stap, als ik weer in de auto kom. Geloof het me, I'm taking it very, very... Want ik ben risicovol. Ja. Nou, ik zou zeggen, Henk, onze tijd zit erop. Als risicogroep is het helemaal goed met jou wat het besef betreft. Blijf alsjeblieft veilig, want we willen inderdaad zo spoedig mogelijk, nadat we weer mogen en naar buiten mogen komen, jou natuurlijk weer in volle glorie op het podium en op andere media zien waar je mee bezig bent. Maar ik zou zeggen, blijf veilig maar geniet. Maar dat doe je al, dus daar heb je mij niet voor nodig om je daartoe te wensen. Want ik zie je daar in je kleine studio en ik zie een vis in het water, hoor. Het is misschien een klein aquarium, maar het is nog steeds water. Dankjewel. Nee, hartelijk bedankt dat je even tijd hebt vrijgemaakt. Ik zou zeggen, het is nu tijd om naar je tuin te gaan, denk ik, hè? Om te gaan kijken als je iets kan oogsten voor vandaag. Absoluut, zeker weten. Oké, we blijven het volgen en we zien je hopelijk gauw weer terug in een andere hoedanigheid op het podium. Dankjewel, Odette. Dankjewel, bye. Ik denk dat Henk van Vliet zijn dagindeling van met corona en zonder corona een inspiratie moet zijn voor alle Surinamers. Hij heeft een paar mooie dingen gezegd. Niet alleen maar dat hij inderdaad in de comfort van zijn huis de hele dag kan doorbrengen en hij is happy, zoals u het ziet, maar ook alleen maar oude hobby's weer oppikken. Dat zijn natuurlijk twee hele mooie voorbeelden van de voordelen die zo'n coronaperiode op jou kan hebben als individu. Dus ik wil zeggen, laten we het voorbeeld van Henk opvolgen en inderdaad onze huisomgeving, onze thuishaven, onze veilige omgeving maken. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.